dames en heren, Bianca Krijgsman. Want we kennen je natuurlijk, kennen we je. En we wisten dat je erheen ging en we leefden met je mee. Maar dat die speech in jou zat, dat wist ik weer niet. Nee, dat is fantastisch. Grappig, ik had er helemaal niks voorbereid. Ik wist wel van, ook moeten ze namen hebben. Maar ik had er helemaal niet op gerekend. Want die andere vrouwen waren knijtergoed. Ja. Dus ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. En ik zat ook helemaal achteraan met een tafel helemaal bij de uitgang. dus ik dacht, ja, Ook een klein beetje, omdat ik natuurlijk al een eerdere prijs had gewonnen op een internationaal festival, volgens mij. Ja, maar daar was ik zelf niet bij. Nee, maar goed, maar had ik niet gevoeld, nee, een klein beetje? Ik dacht wel, ik wilde figuranten bedanken. En wel de namen van de mensen die ik wilde bedanken. Maar ja, verder niet. Maar je wist niet wat je eerste zin zou zijn? Nee, helemaal niet. Nee, ik moest er heel lang eind heen lopen. Maar je praat nu alweer net zo hard. Ja, sorry, maar ik kom uit Amerika! Als ik in slaap! Ja. Dus nee, ik zit... Zullen we even kijken? Heb je het al, hoe vaak heb je het al teruggezien? Nee, niet één keer, want mijn telefoon was kapot. Je hebt het niet één keer teruggezien? Nee, joh. En ik, nee. Maar Martijn, het grappige is, ik kan me voorstellen met Pien en Bianca, bedenk je, misschien als echt, want die shows zijn geweldig. We gaan doen alsof we een uitreiking hebben van een Oscar. Dat kun je verzinnen in je fantasie. Maar dat je dan er echt staat, dat je geroepen wordt en dat je dan zo opkomt. Ja, het is gewoon, ik vond echt... Kijk naar jezelf. Ja, voor het eerst. And the International Emmy for Best Performance by an Actress goes to Bianca Krijgsman in The New World. I'm Bianca from Holland, yeah! Woo! Oh, I'm so excited! I want to dedicate this prize to all the extras in this movie. They were real refugees, and I hope they got a place to stay in Holland. I want to thank Jaap van Heusden, the director, for giving me the opportunity to play a part in a drama movie. Yeah! And my husband and my three children. Thank you. Woo! Wij dachten, wat zullen we nou doen? We gaan bloemen voor je kopen. We zijn feestelijk. We vinden het al een hele eer dat je er bent. En we kunnen misschien iets meer doen. Jij moest daar een speech houden. We dachten, misschien willen sommige mensen iets tegen jou zeggen. Dat bleek vanmiddag heel erg, bleek dat ineens. Zullen we even beginnen gewoon met jouw beste vriendin. Dames en heren, applaus voor Pien van Bennekom. Lieve schat... Ik heb het vanmiddag geoefend tegen een stoel en toen kon ik het zonder huilen. Maar nu zie ik je voor het eerst. Lieve schat, ik ben buitensporig trots op jou dat je een Emmy hebt gewonnen. Hoe vaak zeg je dat tegen je beste vriendin? Hey. 25 jaar geleden heb ik je ontmoet in het eerste jaar van de Kleinkunstacademie. En ik vond je meteen... Ik denk, daar wil ik mee. Die is goed, die is het leukst. En toen vonden we elkaar in het spelen van rare mensen met moeilijk haar en stomme kleren. En toen ging jij in de film spelen zonder mij met geen pruiken en geen gekke stemmetjes. En dan ben je een Emmy. En je kan je afvragen of het voor jouw carrière beter was geweest als je niet met deze was opgescheept geweest. Ik vind het in ieder geval een waanzinnige eer dat ik morgen en de rest van het jaar weer naast jou mag staan. Want ik weet natuurlijk al 100 jaar dat ik naast Emmy sta. Spelen. Dus ik vind het een onwijze eer en ik hoop dat Downton Abbey give her a part. She has an Emmy, so why don't you call her? She really wants to have a part, Downton Abbey, in Downton Abbey. Nou, dat moet overkomen, hoop ik. En als laatste wil ik zeggen dat ik het je vooral zo ontzettend gun. Want je bent niet alleen een multitalent, maar je bent ook nog de liefste van de hele wereld. Echt. Pien, kom erbij zitten. Ja, we hebben een paar verrassingen. Ja. Dit was de eerste, Ja. Ja, even over Downton Abbey, want daar ben je serieus in. Als nu, je naam dan toch in alle kranten van de wereld staat, wil je in spelen. Ja, daar wil ik in. Want dat is het einde? Ja, ik hou gewoon heel erg van kostuumdrama's. En dat kan niet gemaakt worden in Nederland. En, nou ja, dat moet een keer. Zou het helpen nu? Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet het niet.
We gaan dit opsturen naar de producent. Misschien moet je een zakje voor Bianca komen. Ja, dat moet een klein zakje. Jongens, en dan misschien, terwijl jij je ogen droogt. De volgende die graag iets wil zeggen, mag ik een groot applaus, dames en heren. Ellen ten Damme! Het is zoals rode rozen regnen, dir sollten ganz neue Wunder entgegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und schon mit 16 sagtest du still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagtest du still, ich will alles oder nichts. Für dich soll's rote Rosen regnen, dir sollten sämtliche sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Oh, wat lief! Applaus genoeg! Ja! Dankjewel, Ellen. Kom erbij zitten. Jullie zijn oude klasgenootjes, hè? Ja, ook, zijn lief. Van de Kleinkunstacademie? Ja. We hebben onze eerste voorstelling. Ook met Spleen. En nog een meisje. Bij mij is een kwartet waren we. Ja. En daar is even Pien en Bianca ontstaan. Ja. En dan wint ze een Emmy. En ik kan nog herinneren dat wij Hedda Gabler hebben gespeeld. Met Marijke Veugelers. En wie had verwacht dat dit ervan zou komen? Dit lied was mijn lievelingslied over de verwachting van het leven. Kom even zitten. Jongens, we gaan door. Goeie vriend, regisseur Patrick Stoof. Yes! Bianca die denkt van zichzelf dat ze de beste speelt als ze vooraf in een verkleedkist is gestruikeld. Als ze een domme jurk heeft en een achterlijke pruik op haar hoofd zet. En dat is niet zo. Want Bianca is van zichzelf een hele, hele, hele goede actrice. Vorige week zaten wij met z'n drieën in het repetitielokaal. Een beetje te repeteren en heel veel te roddelen. En nog meer te klagen. We repeteerden een scène waarin Bianca in die verkleedkist was gevallen. Met een dikke bril, een vet haar en een snor opgeplakt speelden ze Diederik Jan van Walbeek, die net zijn eerste internetdate ontmoet. We rolden over van alles en iedereen, met name over collega's. En we klaagden over dat heel veel mensen denken dat humor makkelijker is dan drama. En aangezien wij in onze repetitieruimte denken dat we de wijsheid in pacht hebben, zijn wij tot de conclusie gekomen dat dat niet zo is. Het is allebei even moeilijk of even makkelijk. En Bianca kan het allebei. Want zij is geen comedienne, wat iedereen denkt. Zij is geen cabaretière. Maar zij is een actrice die heel goed weet wat grappig is. En dat ook moeiteloos weet te combineren met drama. Als zij iets speelt, dan doet dat altijd een beetje pijn. En het heeft altijd humor. Het lijkt verdomme het echte leven wel. Eindelijk weet de rest van de wereld dat Bianca Krijgsman een gruwelijk goede actrice is. En ik, als regisseur, psycholoog, remedial teacher en een van haar beste vriendinnen, ben dan ook ongelooflijk trots op haar. Ah, dat is lief. Patrick, ga lekker zitten. We hebben het beste voor het laatst bewaard, dat klinkt heel stom, dat mag ik niet zeggen. Maar wel het bijzonderste voor het laatst bewaard. Ik vind het ontzettend leuk dat hij mee wilde doen en hij wilde onmiddellijk meedoen. Mag ik een groot applaus voor haar man, Diederik van Vleuten. Officiële toespraak, officieel pak. Ik hoor je zeggen, doe dat thuis ook eens wat vaker aan.
Lieve Bianca, van alle foto's die ik in de afgelopen 16 jaar dat ik je ken van je gemaakt heb, is er één mij het dierbaarst. En ik nam hem een paar minuten na de geboorte van onze derde, van onze Lin. En je had altijd gezegd dat wij nog incompleet waren. En dat er ergens in de lucht nog een derde kind op ons aan het wachten was. En je had gelijk. Maar het was een lange weg van onzekerheden en spanning. En toen was ze er opeens. Lin, springlevend en kerngezond. En ze lag op je buik. En jij keek mij toen even aan. En ik deed wat alle vaders in alle ziekenhuizen doen. Ik maakte eventjes die foto. En je keek me aan met die grote, hele mooie ogen. Een blik van mengeling, een mengeling van vreugde, geluk, opluchting. Dat het voorbij was en zo ontzettend dankbaar dat het zo goed was gegaan. En ik laat die foto, dames en heren, hier vanavond niet zien. Want dat is iets van jou en van mij en van ons en van onze kinderen. Vanmorgen op Schiphol zag ik je door de schuifdeuren van aankomsthal 3 terugkeren op Nederlandse bodem. Want dat had je ze in New York danig ingepeperd. I am Bianca from Holland. Yeah! En wij waren er allemaal, je ouders in de eerste plaats. En je zussen en al je nichtjes en je kinderen en je vrienden. En ik mocht daar ook zijn. En toen was daar weer heel even diezelfde blik die ik al 3 keer in mijn leven eerder mocht zien. Die blik van vreugde, geluk, opluchting. Dat het allemaal voorbij was en dankbaar dat het zo ontzettend goed was gegaan. En je stond daar tussen al die camera's en al die lampen en al die media. En al die mensen die van de een op de andere dag opeens van alles van je willen. En ik zag je zoeken en ik zag je vinden. Want daar stonden je 3 kinderen. En ik wist 1 ding zeker. Dat je in het zicht van deze 3 grote hoofdprijzen uit je leven, dat op hetzelfde moment alle Oscars en alle Emmys op hetzelfde moment verdampen. En ik dank je voor die blik. En ik dank je dat ik op de beslissende momenten in je leven daar zo dichtbij heb mogen zijn. Jongens, we zijn rond. Ik dank jullie allen. Ik dank jou voor die geweldige rol. Ja, voor het plezier wat je ons hebt gegeven. En ik dank jullie voor een mooi slot, mooie finale van onze uitzending. Jeetje, Mina. Tot zover. Tot morgen.